belangrijkste ontwikkeling op het gebied van dataprotectie en privacy is met name de bewustwording door het brede publiek. Je ziet dat de pers steeds meer publiceert over informatiebeveiliging, over datalekken en alles wat daarbij komt kijken, onder andere natuurlijk ook het onderwerp privacy. Privacy is een recht om zelf te kiezen, zeg maar, the right to be left alone, zoals het ook wel heet. De wereld is steeds meer aan het digitaliseren. Je ziet bijvoorbeeld dat de persoonsgegevens, maar ook gebruiksgegevens steeds meer als een waarde worden erkend door eindgebruikers. Bedrijven als bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, die zijn er groot mee geworden. Privacy is een recht, maar ja, je kan alleen maar kiezen voor het recht als je weet waar je voor kiest en waar jouw gegevens voor verwerkt worden. De grootste uitdaging de komende jaren is dat er meer gelijkheid ontstaat op het gebied van privacy regelgeving. Neem bijvoorbeeld telecom operators, die worden heel streng gereguleerd. Alleen die regels die gelden niet voor iedereen overal. En neem bijvoorbeeld op het internet, daar heb je concurrerende diensten voor telecom aanbieders. Neem bijvoorbeeld een WhatsApp, waarbij je betaalt met jouw persoonlijke gegevens tegenover een sms-dienst. Waar je op een traditionele wijze betaalt, namelijk met geld. En bedrijven als WhatsApp worden op een andere wijze gecontroleerd dan telecom operators in Nederland. Het advies wat ik zou willen meegeven aan deelnemende organisaties in Nederland is dat we dit niet alleen kunnen. Ik denk dat het draait om een stuk bewustwording. En dat is iets wat we met elkaar, met overheden, met organisaties, met bedrijven, gezamenlijk duidelijk en transparant moeten gaan uitleggen naar eindgebruikers toe. Nou, mensen moeten naar het congres Dataprotectie en Privacy komen, omdat het een uitgelezen kans is om daar te leren van branchegenoten, andere bedrijven, organisaties en overheden en ook toezichthouders die daar het verhaal neer gaan zetten over het huidige klimaat en wat er de komende jaren te wachten staat.